Ik ben Dick Houwer, ik ben 44 jaar en ze noemen me wel de vrolijke bouwvakker. Maar dan maak ik een geheime zender. Heel in Westendorp, de vrolijke bouwvakker, ja, die kennen we wel. Hier woont mijn zus en ik gewoon aan de andere kant. Annemarie? Annemarie? Ja. Wat is nou dan? Annemarie? Ja. Ik moet even onderkomen. Ja, dit is mijn lieve tweelingzus, Annemarie. Ze is getrouwd met Hugo. Dus, ja. En hier mag je bij hem wonen? Ja, en hier mag ik bij hem wonen. Ja, je woont lekker bij ons op onder het dak. En hoe lang woon je hier nu al, Dick? Ik woon al, ik zat het eerst hierin in januari, dan had ik al een jaar of 7 ben, weer. En bevalt het hier? Goed. Ja. Lekker op mezelf, samen met mijn vriendin. Nou, echt, ik vind het perfect hier. En je woont hier niet alleen, zie ik. Je hebt ook een hond. Ja, die is van mijn vriendin. Die is, die woont in Bredevoort, maar de hond is heel dag hier. De grootste hobby is uitzenden. Echt. De grootste hobby en dan de grootste hobby ook met de motorzaag aan de gang op mijn werk. En de tuin. Hier, je zegt illegaal uitzenden, maar dat is toch illegaal, dat mag niet. Kost toch geld, kost bakken met geld tegenwoordig. Ja, maar dat valt wel mee. Ik geef een dwangsom en dan verhuis je naar een andere plaats en dan geef je weer deuren. En welke frequenties zoek je nou allemaal af? Waar zitten de piraten? 995, 104. En 97. Ik heb het hier goed voor elkaar, hè. Echt. Als ze mij stoppen in een rijtjeshuis, dan word ik gek. Nee, ik moet thuis aan het werk ben, de geluidsprekers buiten kunnen zetten. En dan het liefst lekker hard. En dan in de tuin aan de gang. Nooit geen last van de buren gehad dat ze klaagden vanwege de muziek? Nee. Valt wat met. Zullen we eens gaan uittesten? Ja. Nou, ik ben nu bezig om het om de luidsprekers buiten neer te zetten. En dan hoop ik dadelijk dat de muziek uitkomt. Ik moet ten hem. Er ligt nog van alles in. Dus ja, dat hebben we ook in orde. Hoi. Dat is familie? Nee. Ik denk dat dat de kerel van de gemeente is. Dat klopt. Ja. Van de gemeente, wat komt hij doen dan? Ach, wat ik hem doen, ik weet niet.
hun met huisnummers, maar... Maar ik vind dat zo'n onzin. Waarom dan? Ach, we hebben toch nummer 7. En dan komt er waarschijnlijk 7A bij. Of 7B. Maar heb je dan niet meer het gevoel dat je in een echt huis, eigen huis woont? Met nee, een nummer? Ik niet. Dat het moet zo blijven, hè. Echt. Een nummer 7. Anders dan, als nummer 7A erop komt of 7B erop komt, dan... Het rijk hem er toch af. Dat het enige maar zeker is. Maar toch wel een eigen huisnummer, dat gaat hem dan worden? Nee, maar dat wil ik niet. Het is gewoon 7 en het punt uit. En dat blijft. En wat wordt het dan voor huisnummer? 7A. Ja, geef alleen door, man. Ach joh. Enorm, hè? Allemaal een hele goede morgen. U luistert naar de vrolijke bouwvakker, beroemdier en brugdier. Zonder eventjes met enkele schijfjes de ether in. Allemaal op de etherfrequentie 91.2 in stereo en een regeltje RDS. En laat maar eens horen en waar de radio aan staat 06-100-66-980. En waarom dit nummer, Dick? Huh? Waarom dit nummer? Huh? Waarom dit liedje? Waarom? Ze moeten me hangen. Voordat ik met draaien stop. Ja, tuurlijk. Is het jouw favoriete nummer? Het is elke keer dat ik de laatste bladen op heb, draai ik dit nummer. Hè? Dus de vaste plaats, achterstop. Ja, dat is gewoon echt. Ja. En dan bleef het, hè? Dick? Ja. Je woont nu bij je zus. Ja, dat bevalt klopt. Dat? Dat bevalt uitstekend. Lekker de vrijheid. Ik kan doen en laten wat ik zelf wil. Als mijn zus het zo niet was geweest, nou, dan was ik zeker op het verkeerde spoor gekomen. Bijvoorbeeld met de verkeerde kameraden en zo. En Nee, verkeerde kameraden, hoe bedoel je dat? Verkeerde kameraden profiteren en wie het drinken hebben. Ik zag ook dat je van vissen... hield, want er ja, ligt een hengel. Ja, vissen ook. Echt, als het zomer is, als het water op temperatuur is, dan... Het is bij ons 100 meter lopen en dan ben ik bij de beek. Zullen we eens gek doen? Ja. Ja, ik vind het best. Zullen we eens een lijntje uitgooien? Ja. Nou, doen. Ik vind het best. De boom, met de beide. Uit San Juan, vanuit naar het mooie eiland, maar let nooit aan. Weet alleen wat er toen is misgegaan. De boot
Als je je leven zou omschrijven, Dick, hoe zou dat dan zijn? Nou, mijn leven was, nou... Tot nu toe? Goed, ik vind het gewoon echt... vooral als het zo doorgaat. Echt, nou, ik heb het goed naar mijn zin. Nou, ik heb mijn hobby's. Het werk bevalt me uitstekend. Nou, echt, ja. Heb je nog wensen? Een droom? Wat wil je? Ik wil en ik hoop, ja, maar dat zal toch wel niet. Ik hoop dat ik nog jarenlang mag uitzenden. En dan, maar ja, dat, ja echt. En ja, dat is toch de hobby. Rook je veel, Dick? Ja. Ja, nogal. Is dat niet slecht? Jawel, natuurlijk is dat slecht. Kom, natuurlijk is dat slecht. Het is zo lekker, hè? Ja. Natuurlijk is dat lekker. Dick, wat voel je ervan? Ik vond het geweldig. Schitterend. Ja, vond je het niet eng voor de camera? Nee. Nee, echt niet. Nee, toch wel aan het begin, om 9 uur, ja, toen kreeg ik het even zeggen. Toen werd ik toch een beetje nerveus. Ik ben al van radio al bekend. En ook op televisie. En dat was wel een keer een droomwens, hè, van op televisie. Leuk dat je hier was. En ajus. Voor Daniel, voor Stefan Kooijman, voor Rob Belling, Jaap en John. We zijn uit de lucht, jongens. We zijn uit de lucht.